Goedemorgen allemaal, het is zaterdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Dat wil zeggen, was het eigenlijk gisteren al, maar ik ben het echt weer totaal vergeten. Mijn dagen lopen natuurlijk zo in mijn zwangerschapsverlof volledig door elkaar. Ik heb zojuist echt proberen het laatste restje uit mijn bodyshop bronzer te schrapen. Het is nu 9:10 en ik heb Sven en de prinses eventjes op bed laten liggen. Ik had haar gevoed om van 6:15 tot 7:15 volgens mij. En nou, toen werd vlak daarna de kleine man wakker. Die is nog even lekker bij ons gelegen. Toen heb ik gezegd van tegen zijn zoon een delicate moment doen. Voor het eerst. Hij is nu bijna 3. Hij is 2,5. En ik denk dat iedereen van mijn leeftijd wel weet wat een delicate moment is. Vroeger begon 7:00 delicate en dan mocht je... al naar beneden toe, terwijl je ouders nog in bed lagen. Dat hebben we dus nu voor het eerst gedaan. Dus hij mocht in het begin tv kijken, terwijl wij nog in bed lagen. Toen ben ik er geloof ik om 7:30 uitgegaan. Toen heb ik wel meteen even een was aangezet en gedoucht. Ondertussen heeft hij er eens een ontbijtje voor de tv mogen eten. Dat vond hij helemaal fantastisch. Staat hij daarnaast? Ja, je hebt ook heel veel spullen. Ik kom zo even kijken. Wat je zoekt, ja? En dat was eigenlijk wel heel relaxed. En nu is hij gewoon lekker aan het spelen. En die twee liggen nog te slapen. Maar ik dacht, ik ga nu even nog snel ontbijten en me opmaken. En dan ben ik gewoon klaar. En dan kan ik haar gaan voeden. Dus gisteren was mijn moeder hier. Sven was de hele dag aan het werk. Die had verlof tot donderdag eigenlijk tot vrijdag. Maar vrijdag moest ze dus de hele dag werken. Dus mama was hier, zaterdag kan papa ook nog eten. Mama is ook geholpen, want Sven was echt tot laat. Dus zij heeft meteen ook geholpen met nog de avondvoeding en zo. Dat is super fijn. Ik weet nog niet hoe mensen het doen met twee kinderen in hun eentje naar bed brengen. Maar dat moet ik nog maar gaan leren. De wasmachine is klaar. En verder hebben we gewoon lekker een beetje in de speeltuin gezeten. In zwembadjes. Ja, ik natuurlijk niet. Ik mag er nog niet het zwembad in, want ik ben nog niet genezen. Dus het was eigenlijk een heel relaxed dagje. Vandaag hebben we eigenlijk niks op de planning staan. We hebben zowaar geen kraamvisite. Dus dat is ook wel even lekker. Ik hoor de watjes zien. Ja, ik hoor hem ook liever. Dankjewel. Ik ga het er even uithalen. Slimme jongen. Dus ja, het is nog steeds 80 miljoen graden. I love it. Echt, mensen klagen, maar I love it. Ja, nu, ik klaagde natuurlijk ook toen ik hoogzwanger was. En nu, just love it. Heerlijk. Alleen binnen is het een beetje te warm, maar goed. Het is nu 17,5 graden. Dat is al pure winst ten opzichte van eerder. Oh, dat was zo lachen. Ik kreeg vandaag... Wij gingen vroeger altijd, voor wie in Utrecht gewoon het kent dit, maar wij gingen altijd stappen en dan gingen we daarna eten bij Falafel City. En het was zo gênant dat de mensen die daar werkten ons gewoon kenden, ons de hand gaven en dat soort gekheid. Nu ben ik een tijdje geleden nog een keer wezen stappen. Voordat ik zwanger was natuurlijk, dus dat is echt al even geleden. Toen, daarvoor waren we er jaren niet geweest. Toen de man herkende mij ook nog en gaf mijn hand. En nu stuurde Fiek... Ik hoor hem ook, ik ga erheen. En nu stuurde vriendinnetje een foto met een broodje falafel in de hand en zei ook dat hij ook haar nog herkende. Het is echt zo grappig, want die mensen zien zoveel mensen. Maar ja, wij zijn daar gewoon echt vanaf ons 18e tot ons 30e, zeg maar, meerdere avonden per week geweest. Ja, nou ja, prachtig. Zo, we gaan even op pad. Deze kleine meneer en deze kleine mevrouw heeft haar eerste jurkje aan. Ja, zo mooi. Zo'n mooi jurkje. Zo'n mooie voetjes. Ik moet er wel even buiten een vestje overheen, zodat ze niet in de zon komt te liggen. Het is zo warm, dus we hebben er niks onder. Nee, die moeten we nog even in de draagdoek doen, hè, want we gaan op avontuur. In de luchtballon. Zeker. Nee, we staan toch niet in de luchtballon, nee. Nee, niet in de luchtballon. Maar Jopie en Jet wel. Jopie en Jet wel, ja. Ik heb dit jurkje aan, maar het is volgens mij echt geestelijkheid. Je zegt eten krijgen hier normaal gesproken. Eentjes en baby eentjes. En Niels is hier, we zijn hier op avontuur in eigen wijk.
Ja, ik weet niet of je moet eten. Goed zo, Niels, niet aan de plantjes komen, er zitten ook brandnetels. Maar wij kunnen niet langs. De draken? Wij kunnen er helemaal niet langs. Niet? Nou, gaan we het even proberen. Zo, wij zijn weer thuis en nu ga ik even liggen, want dat moet ik ook nog steeds doen om een beetje die bodem rust te geven. Kids zijn gevoed en wel en liggen op bed. Dus dan ga ik even eten. Ik neem zowaar een broodje salami, want dat mag ik weer. En een broodje kaas, want dat mag ik nog. Daar ga ik weer mee stoppen. En dan ga ik even zitten. Dus kwamen er vandaag achter dat Mittens vandaag jarig is, ja. Dus we gaan vanmiddag even bij de dierenwinkel een cadeautje voor haar uitzoeken. En daar tegenover zit de ijswinkel, dus we gaan even een ijsje eten. En dat is het. Ja. We gaan net even naar buiten. Want we gingen even een cadeautje kopen, want Mittens is vandaag 5 geworden. Ben je er blij mee, Mittens? We hebben een... overbelicht. We hebben een bever gekocht waar je van dat catnip in doet. En we hadden een snoepjes gekocht. Maar ja, ze houdt gewoon eigenlijk maar van één soort snoep en van één soort eten. Dus ook dit was weer geen succes. Ik had nu zo'n liquid ding genomen. Nou, dat was het ook niet. Maar goed. Maakt niet uit. Het is nu, geen idee, ik denk 5:30 of zo. En ik ben hier ook vergeten mee te nemen. Want ze hebben ook nog even een ijsje gegeten voor mits de verjaardag. En dat was het ook alweer. Heden had even een heftige bui voordat we gingen. Dus we werden even allebei lichtelijk gestoord. Want Niels begon ook nog te krijsen. En als je dan 2 krijzende kinderen hebt. En oh, spit ik gewoon met 2. Het is echt een whole different ballgame. Maar één doet op zich hartstikke goed. Wat is hij nou? Laat zien. Is dat je bever? Is die lief, Mittens? Is die lief? Vijf alweer, hè, meisje? Een volwassen vrouw. Lekker hem. Och, die is zo lief. Dus die vindt ze wel leuk, geloof ik. Oh jongens, ik kan weer op mijn buik liggen. Mijn batterij is wel bijna leeg. Maar wat ik wil zeggen, het is echt een heel ander verhaal met 2 kids. Want je moet zo je aandacht verdelen. En als je denkt dat je net even kan gaan zitten, dan begint de volgende. Terwijl, ze zijn allebei heel lief hoor. Dus ik mogen helemaal niet klagen. Alleen, één heeft al... die kan gewoon eens keihard gaan krijzen. En dan is ons echt volledig onduidelijk waarom. En... ze heeft af en toe een blauw beentje. Dus daar gaan we waarschijnlijk voor naar de dokter. Het consultatiebureau dacht dat het niet zo kwaad kon. Maar ja, het is wel een beetje gek. Dus dat is voor woensdag. Maar goed. Maar op zich zijn 2 kinderen gewoon heel anders dan 1. Zeker in die babyfase. Waar je, ja, met Niels zat je gewoon een soort babybubbeltje. En ja, ging je natuurlijk nog, weet je, kon je gewoon heel veel nog doen. Want je had een baby en die lag gewoon in die wagen. Maar nu met een baby en een peuter is het toch heel anders. En zeg maar eentje die geen schema heeft. Eentje die juist heel goed gedijt bij een goed schema. Nou ja, goed. Maar op zich zijn het allebei... Kijk, van Niels weten we, dat is gewoon echt een schatje. En die heeft ook echt zeker zijn buien. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Maar van Elin weten we natuurlijk gewoon nog niet. En die is gewoon nu, of ze slaapt, of ze krijst, of ze... zit gewoon een beetje rustig rond te kijken. Dat zijn een beetje natuurlijk de smaken. Maar goed, over het algemeen slaapt ze. En is ze een tevreden kindje. Alles weer uitgekozen. We hadden het raam open. Terwijl al deze kaartjes omgewaaid. Dus die moest ik allemaal weer opnieuw neerzetten. We hebben daar nog meer. En het is een beetje een rommeltje. Maar goed, die staan... Oh, dat is de koffie. Die staan er leuk bij. Kaarsjes... thee, want ik mag natuurlijk geen alcohol. Het brood komt er zo aan. En ik zit nu te voeden.
Tenminste, niet nu. Ze zijn nu aan het verschonen. Ik heb net de ene borst gedaan en dan zo de ander. En dan, we wilden eigenlijk een filmpje kijken, maar ze was nogal hysterisch het afgelopen anderhalf uur of 2,5 uur. Dus we zijn nu gewoon Drugs Inc. aan het kijken op Discovery. Goedemorgen, het is zondag. Wij hadden net onze oude buren op kraamvisite. En nu ben ik met Niels aan het spelen, hè Niels? Nee? En hij is bij mij niet ook op. Nou, is ook op. Nou, ik vind hem niet helemaal op, maar dan gaan we zo nog even eten. En dit heb ik van ze gekregen. En ik had al andere cadeautjes gekregen, die laat ik later even zien. Hij is ook op. Oké, nou, laten we maar snel weer aan het bouwen gaan. Oh, nee. Mittens, niet doen. Zo. Mittens mag toch niet krabben? Nee, mittens mag niet krabben, nee. Mittens. Ja, jij daar. Niet doen, hè? Ja, nee, toch? Nee, ja. Nee. Oké, nou, dan gaan we weer over de... Oh, oh, oh. Ik heb eten weer zonder dieren. Oh, lekkere besjes. Willen die ouders die ook opeten? Oh, lekker. Vind je die alles te lekker? Ja, die vind ik heel lekker. Met de bloemen? De bloemen vind ik ook lekker, maar deze, die besjes zijn wel heel lekker. Vind je allemaal zo lekker? Ik vind het allemaal lekker. Hallo! Ik ben... De blauw. Want ik kom bij de blauw plaatsen. Ik zoek met nog een eetje. We hebben nog meer eten. Hier worteltjes. Project vriezer om wil je. Oh, wel zo laten zitten. En dus help mee. En ik ga even met de föhn aan de slag. Niet het allerbeste, maar vaart is nodig. Want nu ligt alles in de koelkast. Dat is natuurlijk 80 miljoen graden hier. Okay, zo, ik heb haar voor het eerst in het openbaar gevoed. Ik had een voedingsjurkje aangetrokken. Ik kan niet echt zien, maar hij is van de Hennis. En nu gaan we pannenkoeken eten. Oh, dit is de schade. Er zijn drie, nee, meer. Vijf van die kleine pancakes op. Mijn hemel. Niels eet een door ons zelf gemaakt ijsje. Met besjes erin. We gaan naar de speeltuin. Dus ik neem ook wat komkommer mee. Ja, de boodschappen komen vandaag. Dat is het enige wat ik nog heb. En voor Niels wat water. En natuurlijk voor ons ook. Goedenavond alweer. Ik heb echt weer spectaculair weinig gefilmd. We gaan nu lekker filmpje kijken. Met kaasje bij. We gaan Game Night kijken. Die wilde wel heel lang kijken. Dus dat gaan we doen. En ik vind wel dat het zo weer tijd is om te voeden. Dat merken we zo wel. En ja, dan wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. Heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!